We zijn trots op Oostenrijk en trots op Frank. Allemaal. Gino Politi! Nieuwe verwijzing gevraagd voor de psycholoog. Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in Oostenrijk. Test, test. We zijn bij Oostenrijk in concert. En mijn vader gaat straks optreden. We gaan lekker eten bij Mai Tai. En voordat het zover is, gaan we even een leuk wandelingetje maken over de lint van Oostenrijk. Want er zit heel veel geschiedenis en heel veel leuke winkeltjes. Ik hoop dat er nog wat open is. Zo niet, genieten we gewoon van de zon die nog schijnt. En van het lekkere weer en lekker vrij zijn. Jesse is in ieder geval ook lekker actief. Hij is semi-vrij. Ga je mee die kant op? Kom, let's go! Kom! Ik ben les uit. Wat ben je aan het eten? Roepoet. Abby? Abby? Lekker? We zijn inmiddels neergestreken bij Mai Tai. Al wel nodig, hè? Kroepoekie. Nou, maar. We zijn alvast even begonnen met het vorige rechtje, want het is alles wat te laat voor deze kleine man. Hier kippie? Ziet er goed uit. Kippie? Ja, hier komt die happy. Laatst hè? Lekker. En wie heb je net gezien? Aubergine? Ja? Ja? Die gaat daar optreden. Yay! Jessie heeft lekker gegeten. Het gezelschap is compleet. Hallo Petra! Oh, kijk eens wat er aankomt. Kijk eens wat er aankomt. Oh. Nee, dat wist jij niet. Dat vindt Jessie niet lekker. Hè? Oh. En dan hebben we hier de warme voorgerechten, de soep. Helena, we zitten bij de Thai. En dan krijg je een boerbak. Ik dacht, is dat niet Japan of zo? Nee. De muzikanten komen nu het podium op. We zijn trots op Oostenrijk en trots op Japan. Allemaal heel veel plezier vanavond. Het concert is geopend en... Smakelijk! Zijn er nog steeds aan het eten? We'll be right back.
Grazie! Oh, Gino Politi! Grazie, Mip. Gino, niet weggaan. Kom eens. Ik heb een kruk meegebracht. Kom eens even. Ik heb iets leuks. Dat denk ik tenminste. Kom maar even zitten. Ja, Gino is maar betaald tot een gloria. Maar hij is er nou toch? Kom maar. Hi. Nee, Gino. Ik heb geen vraagje. Ik ga jou iets vertellen. Als gewoon een klein, nou maakt niet uit, een kleine verrassing voor jou tenminste. We krijgen zo meteen, Arjan, ja dat jullie hebben al eerder gezien, die ken je. Hebben backstage staan we allemaal spaarblauw te drinken en saté en te eten. Maar, die gaat zo'n liedje doen. Perfect Symphony. Nee? Maar zit iets heel anders. Die gaat zo'n liedje doen en dat kennen we misschien wel allemaal. Maar wat jij en hij misschien wel of niet weten, je hebt daar ook een Italiaanse versie van. En zelfs dat het wel eens door elkaar gaat. Je hoeft niks te doen. Ik heb geld mee, maar als je zegt van, ik ga gewoon lekker luisteren, dan is het ook goed. Maar als je hem verrast en zeg maar in een E2'tje gaat, dan vind ik dat super leuk. Ik zeg, succes! Thank you.
ze samen met Gino Politi en daarom had ik die krukje neergezet. Zo. Confronting. Zie je dat? Mijn haar is echt gewoon. Ja, nou is het toch wel flink. Best wel behoorlijk uitgevallen, hè? Ja. Nou ja. We zeggen elke keer: het is dat het gezegd is, anders zou je je kapot schrikken, maar. We zijn nu bijna een maandje verder en nou ja, zoals je ziet is het best wel uitgevallen aan de voorkant en maar, dat neem ik voor lief, dat hoort erbij. Huh? Ja, we zeiden al, misschien moet je gewoon de zijkant en de rest even weer afscheren. Ja, ik ga straks inderdaad wel weer wat korter maken inderdaad. Ja. Maar we zijn inmiddels neergestreken in het pittoreske zuidelijke dorpje van Den Haag. Het Zuiderpark. En we zijn omcirkeld door padvinders. Allemaal vuurtjes aan het stoken en knopen aan het leggen. Indianen. Indiaantjes. Ja, het is echt overal allemaal rookpluimen en zo. Traumahelikopter trouwens net. Oh, weer iets niet zo leuks gebeurd zijn. Nee. Anyway, gisteren was het wel heel erg leuk. We hebben echt heel erg genoten. Echt heerlijk gegeten. Superleuke optredens. Ja, absoluut. Ook van die kennis van jou, Jared. Ja, Jared Grant. Jared Grant. Ja, leuk. Super gezongen en gedanst. Onwijs leuk. Gaan we volgend jaar weer doen. Oostenrijk in concert voor iedereen die het zich afvraagt. Superleuk. En verder... Sorry hoor, het was echt heel laat geworden. Ja, we waren om 1 uur thuis en ik moest om 5:15 op. En ja, je hebt natuurlijk ook niet onwijs lang uit kunnen slapen, want Jesse was gewoon weer wakker en zo. Dus. Maar we zijn toch eventjes gaan wandelen en dat voelt wel goed eigenlijk. Het is wel lekker. We zitten bijna weer op hetzelfde bankje als toen we voor het eerst vertelden wat ik had. Ja, dacht ik ook net aan. Ja. Dat was alleen een stukje verderop. Verder. Wat ook wel leuk is om te vertellen is dat een van onze lieve volgers, Ingrid, heeft via haar vriend, haar man, een brief geschreven. Die hebben ze opgevouwen, in een envelopje gedaan. En die hebben ze gewoon helemaal naar een bedevaartsoord in Rodos gebracht. En, eigenlijk een wens opgeschreven voor ons. Ja, en die is uitgesproken door een lokale priester. I don't know. Ik weet niet hoe dat heet. Ja, in ieder geval, die is daar lokaal tijdens een mis uitgesproken. En nou, dat is gewoon super lief. En ja. Geeft toch wel een heel bijzonder gevoel dat iemand die we gewoon nog nooit ontmoet hebben zo begaan is met jouw situatie, met onze situatie. En ja, vind ik echt dat onwijs lief. Zo meeleven en ja, dat is gewoon super fijn. Ja, absoluut. Dus dank daarvoor. Dank daarvoor. Verder wel wilde ik nog vertellen dat ik gestopt ben bij de pizzeria voorlopig. Omdat ik merkte dat ik op zondag dan de dag door moest geven dat ik ging werken. En daar kreeg ik gewoon buikpijn van. Omdat het eigenlijk niet paste. En ik vind het wel heel erg leuk. Maar toch gewoon heel erg vermoeid. En ook het gevoel geven dat ik te weinig thuis ben. Terwijl er een helikopter voorbij komt. Ja, dat woog me gewoon steeds zwaarder. En... Helikopter. En ik merkte dat ik daar een beetje last van kreeg. En ik heb toen ook eigenlijk gelijk
contact opgenomen met de huisarts. En een nieuwe verwijzing gevraagd voor de psycholoog. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Maar toen zaten ze vol. En nu heb ik dus weer een nieuwe verwijzing. En inmiddels ook al een intake gedaan. En ik sta nu op de wachtlijst. Ik ga daar naartoe om te praten over vooral mijn verleden. En ja, ik ga daar niet te veel over zeggen, omdat dat ook weer invloed heeft op invloed en te maken heeft met andere mensen. Dus dat zijn een beetje privé kwesties. Maar ja, ik merk gewoon dat ik er last van heb en dat ik er 's nachts vooral last van heb. En overdag mijn hoofd vol zit. Ook een stukje ADHD, ADD onderzoek. Om te kijken of ik daar iets mee kan. Want ik merk gewoon heel erg in de concentratie wat problemen. En emotioneel en uitingen en zo. En daardoor word ik niet altijd... dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Althans, in dank, ja, dat klinkt dan weer. Gewoon dat ik gewoon niet duidelijk ben, denk ik. Hè? Nou, dat... Ja, of... Ja, dat we soms door elkaar, langs elkaar heen praten. Of dat ik om verduidelijking vraag wat jij nou bedoelt. En dan word je daar geïrriteerd van. Ja. Omdat ik vaak zelf dingen gewoon ook niet uit kan leggen. Dus ik hoop daar een stukje begeleiding in te krijgen, zodat ik mezelf wat beter ga begrijpen. Of in ieder geval gevoelens en emoties. En ja, ik zit ook gewoon met maskers in de weer en gewoon wel proberen om wat dichter bij de ware ik te komen eigenlijk. Vooral voor jezelf? Ja, ja, tuurlijk voor mezelf en voor mijn directe omgeving en dat zijn jullie. Dus ik denk dat we daar allemaal baat bij kunnen hebben. En die paniekaanvallen die zijn er ook niet voor niks. Dus ja, ik hoop gewoon het een en ander te verwerken, te begrijpen, op te lossen en beter mee om te gaan. In het kort. Ja. Dus ik ga jullie daar wel een beetje in meenemen. Maar niet ingaand op details. Ja. Ja. Dus dat is een beetje wat er allemaal speelt nu. Nou, en verder, als ik het even over mag nemen. Hield. Hield hem. Ja hoor. Hadden we het er net over. Ja, dat er nu waarschijnlijk natuurlijk wel wat dingetjes veranderd zijn. Aangezien ik dus niet genetisch belast ben. En nou ja, ik heb wel vragen als... ik zou graag een afspraak willen met een plastisch chirurg. Zodat ik weet wat de opties zijn en de voor- en nadelen van alles. Ja, even wat meer plannen. Ik ben ook heel benieuwd en misschien hebben jullie daar al antwoord op, sommige mensen. Hoe zo'n operatie nou in zijn werk gaat. Hè? Moet je dan een nacht blijven? Of is het gewoon een dagopname? Heb je daar heel veel last van? Ja, het lijkt me best wel heel heftig om een borst af te zetten, zeg maar. En alles wat erbij komt kijken. Ik heb echt nog nooit van mijn leven zo'n operatie ondergaan. Nog nooit wat gebroken zelfs. Dus ja, ik ben helemaal blanco. En ik heb echt geen idee en vind het ook best wel spannend. Nou ja, de derde cyclus zit erop trouwens. De derde chemo. Dus ik ga de nieuwe cyclus in, nummertje 2. En dat zijn er, en het worden er weer 4. Dus daarom moet ik weer... Ik zit echt te denken, waar heb je het over? Dus daarom moet ik ook weer gaan bloed prikken. Dus ik ben ook weer erg benieuwd hoe die uitslag is na 3 van deze chemo's. Dat ben ik ook, ja. Ja, en je wilde nog weten of en wanneer er dan nog een MRI-scan komt. Oh ja, of er nog een MRI komt voordat ik geopereerd word. Ja. Lijkt mij niet onverstandig. Maar... En ik weet niet of je het al gezien hebt, maar dat heb je al verteld of niet. Dat er allemaal wat haartjes aan het groeien. Volgens mij heb ik het niet echt gezegd. Ik probeerde vandaag een foto te maken. Maar ze zijn ook gewoon transparant. Ik krijg gewoon fluffies, jongens. Ja, het begint zich een beetje aan te groeien. Net een wattenstaafje. van die zachte draadjes. Vooral met dit zo. Ik zat net al te kijken en ik denk, jezus, het wordt steeds erger. Oh nee.
Wat een tippie. Dat is hier met je oor. Dus. Nou. Vond je dit weer een leuke vlog? Sla je dan je vriend in de gezicht. Even duimpje omhoog, smash die like button. Precies dat. Vergeet niet te abonneren. Nee, zeker niet. Belletje aan te zetten. Bij de volgende video. En we kijken uit naar jullie reacties. Ciao.